cardiac care verpleegkundige. Je verleent zorg aan patiënten met een acute cardiale aandoening en vindt een oplossing voor de verschillende verpleegproblemen die hierbij horen. Je signaleert een dreigende stoornis van vitale functies die voor ernstige problemen op het fysieke en psychosociale vlak kunnen zorgen. Niet zelden is de toestand van de patiënt levensbedreigend. Je biedt dan hulp en assisteert zo nodig bij medische handelingen. Je leert de patiënt omgaan met de cardiale aandoening en de gevolgen op korte en lange termijn. Naast je eigen waarneming, kennis en inzicht in wat voor de patiënt normaal is, heb je de beschikking over een uitgebreid instrumentarium. Gegevens afkomstig van de op de patiënt aangesloten apparatuur, uit het frequente overleg met de arts en van derden, geven je een gedetailleerd beeld van de patiënt. Je werkt met patiënten in alle leeftijdscategorieën, van beide geslachten en met verschillende sociaal-culturele achtergronden. Ja, cardiologie is heel breed eigenlijk wel. Het gaat eigenlijk alleen om het hart, maar er komt vaak nog zoveel meer bij kijken. Ja, en mensen hebben toch vaak slechte vaten, suikerziekte. Het is een heleboel dingen die maken dat mensen hier terechtkomen doordat ze in de problemen zijn gekomen. Is het een zwaar beroep? Het kan heel zwaar zijn. Ja. Ja. Met name als je op de eerste harthulp werkt, heb je een hele hoge turnover van patiënten. We hebben daar 6 bedden en soms liggen daar 18 patiënten per dag op. Dus het is heel veel wisseling van patiënten elke keer weer instellen. En op de hartbewaking heb je soms echt wel hele zieke patiënten liggen. Ja. Waar je heel intensief mee bezig moet zijn. En dan niet alleen met de patiënten, maar ook met de familie eromheen. Die heel erg ongerust zijn en die heel veel uitleg willen en ook krijgen.